Ja, goedemorgen allemaal. We zijn live voor degenen die al binnen zijn. We zijn nog niet begonnen, maar we wachten even nog op een derde panellid en op de deelnemers die nu kunnen gaan binnenkomen. Kijk, daar komen de eerste al binnen. We hebben de 19 online. Heel goed. Kijk, het aantal begint al flink op te lopen. Ik heb begrepen dat we maar liefst 264 inschrijvingen hebben. Dus nou zal niet iedereen zich zeg maar dan ook melden. Maar in ieder geval er is veel belangstelling voor. Word je daar extra zenuwachtig van, Jaap Henk? Of maakt het je niet uit? Nee, dat maakt mij niet uit. Ja. Ik vind het altijd wel prettig om voor een zaal te staan, want dan zie je de respons van mensen. En dat mis ik wel heel erg bij. Ja, maar wat leuk is aan dit format, ik heb zelf in het eerste debat gezeten als deelnemer of als panellid. Wat leuk is aan dit format is dat je met z'n drie of vier echt een gesprek hebt. En dan zie ik je toch wat minder tegen een muur aan te praten. Ik heb ook in mijn eentje een webinar gedaan. En dat is echt hard werken. Dat is echt hard werken, want dan... Ja, dan mis je inderdaad wel die interactie. Tuurlijk komt er wel wat binnen op de chat, maar oké. Nou, dat is toch anders. Oké, goedemorgen allemaal. Rodia has joined the room, zie ik onder in mijn beeld. Dan zijn we compleet. Heel goed. Rodia, ik zie je nog niet. We wachten nog even. Even kijken. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Hoort er allemaal bij, beste mensen. Nee. Nou, ik begin met mezelf dan te introduceren. Goedemorgen, mijn naam is Diederik van Leeuwen. Ik ben programmadirecteur innovatiemanagement bij UBR, uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, onderdeel van BZK. En vanuit... Goedemorgen, Rodia ook. En vanuit... Goedemorgen. Rijksbreed inzetbaar, dus je zult mij op verschillende plekken al tegenkomen. Vandaag hebben we een debat, een online debat, of een thuisdebat, zoals e-bestuur dat noemt, met drie panelleden. Die gaan zich straks voorstellen aan de hand van de eerste stelling. En ik trap even kort af met een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Het debat duurt een half uur, dus ik hou de introductie kort. We hadden al geconstateerd dat dit een heel breed onderwerp is waar je wel een halve dag over kan praten. Dat doen we niet. Maar er is wel na afloop nog de gelegenheid om nog even na te praten met een enkel panelid. Ik weet niet wie er allemaal in de gelegenheid is om te blijven. Ik weet in ieder geval van Jaap Henk dat hij kan blijven en ik ook. Op de achtergrond kijkt en monitort en doet met ons mee Helene Hupkens, hoofdredacteur van e-bestuur. En zij zit letterlijk en figuurlijk achter de knoppen en zal af en toe ook een poll naar binnen schieten. En die poll die gaat ook over de stellingen of over een leuke opmerking in de chat. Als er opmerkingen zijn in de chat, dan zien we die voorbij komen en dan kunnen we dat ook meenemen in het debat. Maar voor nu even van harte welkom. Ik zei het al even voor de vroege deelnemers. We hadden meer dan 260 inschrijvingen. En ik zie dat ongeveer de helft daarvan nu ook daadwerkelijk online is. Dus we zitten met een zaal vol, lieve mensen, op deze mooie donderdagochtend. En we gaan van start. Ik zou zeggen ladies first. Dus Esther, naar aanleiding van de eerste stelling. Wil jij jezelf introduceren? En de stelling luidt: alleen de overheid kan een betrouwbare digitale identiteit verzorgen. Ja, dank je. Nou, laat ik die meteen even dan beantwoorden. ik denk dat, dat er meer partijen zijn die heel goed mij betrouwbaar kunnen identificeren en daar ook een bewijs van af kunnen geven. Maar de overheid kan wel iets heel bijzonders. De overheid kan de uitspraak doen dat ik een echt persoon ben. Dat ik een bestaand persoon ben, een echt mens wat leeft. En sterker nog, wat ook nog een burger is in Nederland. En dat kunnen ze op een vrij makkelijke manier. Andere partijen zouden dat ook kunnen, maar die moeten daar veel meer moeite voor doen en kosten voor maken. Maar eigenlijk is dat een heel impliciet krachtige uitspraak van de overheid. Van dit is een echt mens in een tijd waarin we toch steeds meer geconfronteerd worden met fake news, fake bots,
en andere, en ja, fraude en impersonaties. En ik ben Esther Makai, ik werk voor SDN en Connectus en ik ben specialist op het gebied van digitale identiteiten, in het kort. Oké, heel goed, dankjewel. Rodia. Ja, goedemorgen. Rodia Maas, algemeen directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. En daarmee inderdaad de beheerder van het register waar alle identiteitsgegevens van alle Nederlanders in staan. En vanuit die optiek vind ik het ook logisch dat de overheid de betrouwbare identiteit kan uitgeven. Niet alleen zoals nu is, maar ook straks in een digitale identiteit. Dan zou dat betekenen dat een overheid een bron uitgeeft en daarmee duidelijk maakt, inderdaad wat Esther net ook al zei, jij bent wie je zegt dat je bent en dat met een stempel van de overheid. Oké, nou daar gaan we straks zeker verder over discussiëren. Jaap Henk? Ja. Vanuit het Hoge Noorden? Vanuit het Hoge Noorden, vanuit Groningen. Ja, mijn naam is Jaap Koopman. Ik ben universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij informatica, maar daarnaast ook hier in Groningen zit ik als universitair hoofddocent bij rechten. Ik kwam al heel lang met het onderwerp privacy en identity management bezig. En deze stelling van de overheid is eigenlijk de enige partij die een betrouwbare identiteit kan uitgeven. Ik ben het met Esther eens dat in ieder geval de overheid iets kan zeggen over mij als natuurlijke persoon. Maar deze vraag nodigt wel een beetje uit tot iets dieper ingaan op de vraag van wat identiteit nou eigenlijk precies is. En je ziet al dat we het in ieder geval hebben over twee verschillende dingen. We hebben het over personen aan de ene kant, hè, mensen van vlees en bloed, die we ook een juridische identiteit toekennen. En we hebben het hier over een digitale identiteit, impliciet, die dus moet gelden in de digitale wereld. En eigenlijk wat je dan doet is onderscheid maken tussen twee dingen. Aan de ene kant zeg maar identiteit als zijnde een identifier, zeg maar iets als een e-mailadres of een BSN-nummer of wat dan ook. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk allerlei andere vormen van identiteit, namelijk uitspraken over mij als persoon, maar ook hoe ik mij presenteer op Facebook, Twitter of wat dan ook, die we ook digitale identiteit noemen. En of je een goede gitarist bent, bijvoorbeeld. Ik gitaar aan de muur hangt, zegt niks over hoe goed of slecht ik gitaar speel, zou ik je ook eerlijk vertellen. Ja. Zoals die boeken achter mij ook iets zeggen over mijn identiteit, dat denk je. Maar deze hebben mijn vrouw allemaal gelezen. En ik heb een heel klein vakje daarboven, rechtsboven voor de kijkers. Maar daar heb je een goed punt. Want kijk, de identiteit is natuurlijk ook een instrument om ergens wel of niet een uitspraak over te kunnen doen. Of een toegang te verschaffen. En dat loopt vaak door elkaar. Maar daar gaan we denk ik nog eventjes dieper op in. Als we kijken naar ons publiek, dan is... Er zijn de meningen bijna 50-50 verdeeld. Maar 55% is het eens met de stelling. Dat betekent dat 45% het daar niet mee eens is. Dus Rodia, je hebt nog wel wat missiewerk te verrichten. Ja, nou ja, dat geloof ik. En dat is natuurlijk ook een beetje de handicap van de overheid. De overheid loopt altijd, mag vast niet hardop zeggen, maar altijd een beetje achter. Dus daar waar inderdaad de wetenschap, maar zeker ook de markt natuurlijk al heel veel stappen verder is, moet je als overheid op een gegeven moment een beentje bijtrekken. Maar ik denk nogmaals dat er ergens een basis moet zijn waar de overheid aangeeft voor deze persoon is degene die zegt dat hij is. En dat is misschien niet, dat is waarschijnlijk helemaal niet relevant voor de Facebooken en de Twitters van deze wereld, maar dat is wel heel erg relevant op het moment dat je in de digitale wereld met vertrouwen een aantal transacties wil doen. En dan hebben we het natuurlijk gewoon over de transacties waar je nu vaak ook je voor moet identificeren. De wet op de identificatieplicht. Dat is nu allemaal nog in het fysieke domein. Daar komt een moment dat er een aantal van die zaken natuurlijk in het digitale domein zijn. En dan moet er ergens iemand een stempel zetten dat ik echt ben wie ik zeg dat ik ben. Ja, maar als je dan kijkt naar, dan heb je het in feite over de bronidentiteit, hè, van de overheid. Want dit is denk ik ook een mooie brug naar het volgende onderwerp van waar houdt het op voor de overheid en waar begint het richting het bedrijfsleven. Want ook als je kijkt naar de bedrijfs of de middelen die uitgegeven dienen te worden, dan kijk ik ook even naar jou Esther. Vanuit jouw bril, wat zou jij nou de ideale rol dan vinden van de Rijksoverheid?
Nou ja, weet je, ik zie in de chat ook al dingen voorbij komen die zeggen, is identiteit dan beperkt tot Nederland en wat is betrouwbaar? En wij hebben in Nederland gelukkig een aantal goede dingen. We hebben een best aardige overheid, hoewel we er met z'n allen over willen klagen. We hebben een overheid die in ieder geval een goede burgerregistratie hanteert. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet wereldwijd overal hetzelfde. Maar de overheid is ook heel erg beperkt. Hè. Ze kunnen heel veel dingen zeggen op paspoortniveau. Daar zijn ze heel sterk in. Ja. Maar op het moment dat ik online transacties ga doen, en dat is eigenlijk hetzelfde als in hetzelfde leven, dan heb ik dat paspoort niet altijd nodig. Hè, ik wil bijvoorbeeld aantonen dat ik, als ik concertkaartjes koop, dat ik die kan betalen of dat ik die ga betalen. Dus ze hebben een bankrekeningnummer nodig of ze willen contactgegevens van me. Nou, dat zijn allemaal dingen waar de overheid heel slecht in is. Die hebben ze van mij niet. En ik denk zelf ook dat het niet wenselijk is om dat te doen. Wat we in de markt zien is nu dat heel veel middelen zich juist richten op die extra gegevens. En die gegevens die zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Want in die transacties gaat het gewoon niet alleen over hoe ik heet. Het is wel aardig, dan kun je me aanspreken met mijn naam. Daar wordt iedereen heel vriendelijk van. In plaats van met een klant of een relatienummer. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de positie die ik heb. Hè. Ben ik een erkend loodgieter? Pak ik misschien een rol als voogd of ouder? Ik zag mantelzorgen voorbij komen in de lijst, ja. Chats. Nou, dat zijn allemaal zaken die veel relevanter zijn. Ook online, niet ook wel offline, maar en die ik niet zomaar kan aantonen met zo'n kernidentiteit. Maar heel veel van die rollen, aspecten, hè, bijvoorbeeld of ik een erkend loodgieter ben, heb ik een opleiding gehad, ben ik, is het uitgegeven die erkenning door gecertificeerde instanties, zijn allemaal wel weer zaken die in onze juridische context door de overheid geborgd worden. Dus die link zit er heel vaak wel. Ja. Lang niet altijd, maar heel vaak wel. Ja, nou, en ik denk ook dat ook als Rijksambtenaar spreken, dat we inderdaad vaak heel veel moeite hebben om die data aan elkaar te koppelen, als we dat al zouden willen en als het al onze rol zou zijn. Maar daar zijn wel oplossingen voor, Jaap Henk. Misschien kun jij ons even kort in meenemen, ook hoe jij dat voor je ziet. Nou, een van de dingen waar wij in Nijmegen ook wel aan gewerkt hebben al een tijd, is het systeem rondom wat we dan attribuutgebaseerde credentials noemen. Dus daarbij is het idee dat je inderdaad verschillende uitgevende instanties voor je ziet die uitspraken kunnen doen over allerlei aspecten van mijn identiteit. Of ik ouder ben dan 18, of ik inderdaad een gekwalificeerd loodgieter ben, wat voor andere opleidingen ik heb genoten. He, dat zijn altijd wel uitspraken van instanties die daar iets over kunnen zeggen, die je er ook op vertrouwt dat die uitspraken gecontroleerd zijn voor deze persoon. Nou, dat noemen wij dan attributen, leeftijd, opleiding en dergelijke. En daar zijn allerlei verschillende manieren voor om dat te doen. Maar wij hebben daar een technische infrastructuur voor gebouwd, waarmee je die gegevens aan de ene kant op een veilige manier kunt aantonen, en andere ook op een privacy-vriendelijke manier kunnen aantonen. En ook op een need-to-know basis, zou ik maar zeggen. Dus, je bepaalt zelf als burger in dialoog met de dienst waar je toegang toe wilt krijgen, welke attributen je van jezelf wel of niet laat zien. En dat is natuurlijk dat privacy-vriendelijke aspect, omdat je daar controle dan dus over hebt. Ja, maar dan zou dus de stelling eigenlijk zijn, de overheid moet richting het bedrijfsleven attributenleverancier worden. Nou ja, in zo'n architectuur is de overheid één van de vele attributenuitgevers. En dan ook van hele belangrijke attributen. Namelijk het attribuut dat mijn naam Jaap Hoepman ben, dat ik geboren ben hier en daar en wat mijn leeftijd is bijvoorbeeld. Maar er zit daar nog één ding onder, eigenlijk iets wat we hier een beetje net doen alsof het er niet is. Namelijk, dat is het middel. Dat is namelijk de koppeling. Ja, want daar gaat het om. Dat is namelijk de koppeling tussen aan de ene kant de natuurlijke persoon. En uiteindelijk, alle dingen die ik, of jij, of wie dan ook doet op het internet, ja. Waarbij dus, en die binding tussen de natuurlijke persoon en de digitale identiteit, ja. Is heel erg belangrijk. En daarin denk ik persoonlijk dat de overheid een hele belangrijke rol heeft te spelen. Ook omdat de overheid zelf zo'n belang heeft bij, aan de ene kant, de mogelijkheid om in het digitale domein voor overheidsdiensten, en zeg DigiD, waar we nu DigiD voor gebruiken, dat daar een betrouwbare opvolger voor is. Dat is één. En sowieso de noodzaak om in allerlei contexten
op een betrouwbare manier aan te kunnen tonen dat ik Nederlander ben en dat mijn naam Jaapie Koopman is. Persoonlijk vind ik dat de overheid dat niet, dat aspect, het uitgeven van zo'n middel, omdat het zo belangrijk is voor het vertrouwen en de veiligheid, niet kan overlaten aan een particuliere partij. Nee. Nou ja, in de chat komt ook wel voorbij het toezicht houden op die attributen. Hè? Dus dat is wel interessant. Want dat kan je natuurlijk ook decentraal organiseren. Maar kan je zeker, daar heeft ook de overheid denk ik wel een centrale rol in. Rodia, kun jij daar nog eens even op reageren? Want ik ben ook wel benieuwd, hoe zie jij dan, hoe ziet zo'n digitaal paspoort er dan uit? Ik bedoel, de papieren variant kennen we allemaal. Maar is dat dan een stapeltje attributen? Ben jij dan toezichthouder geworden? Kan je op feestjes en partijen nog uitleggen wat je werk is over 5 jaar? Hoe zie jij dat? Nou, of ik over 5 jaar nog kan uitleggen hoe mijn werk is, vast wel. Dan zijn we ook al wel weer een tijdje verder. Ja, kijk, we staan natuurlijk aan het begin van een ontwikkeling. En wat ik al eerder zei, kijk, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen gaande. Waarbij ook veel ontwikkelingen harder gaan dan wij als overheid op dit moment kunnen bijbenen. Er wordt gewerkt aan een aantal pilots. Hè. We hebben een Known Traveler Digital Identity samen met Canada. Waar we in gaan piloten dat je inderdaad met een, nou ja, met een digitaal paspoort grensoverschrijding gaat de grens over kan. Maar ook een virtuele identiteitskaart op je telefoon, waar inderdaad eigenlijk zeg maar de gegevens, de minimale gegevens die nodig zijn. Want ik denk wat dat betreft dat het ongelooflijk belangrijk is dat er inderdaad een vorm van regie op gegevens en de basale hoeveelheid informatie die alleen maar nodig is, zonder dat je de andere informatie ook verstrekt. Waarbij dus zeg maar, de gegevens ook weer afkomstig zijn uit die, nou ja, die bron die we in Nederland, waar de betrouwbare identiteitsgegevens staan, namelijk de basisregistratie personen. Hoe dat precies vormgegeven gaat worden, dat zullen we de komende tijd gaan zien. Daar gaan we mee experimenteren. Daar hebben we hoe dan ook altijd de markt natuurlijk ook bij nodig. Want de markt heeft natuurlijk een veel groter innovatief vermogen dan de overheid. En als je toekomstbestendig wil zijn, heb je ook het tempo nodig waarin de markt een aantal dingen kan doen. Maar de overheid zal toch ook de kaders moeten scheppen waaraan dit soort dingen kunnen voldoen. Juridische kaders, maar ook zorgen voor een aantal gevallen en een aantal toepassingen over te zorgen dat het interoperabel is. Nou, dat soort taken denk ik dat bij de overheid ligt. Ja, Esther, even vanuit jouw SIDN-achtergrond, dat is natuurlijk een... je zou kunnen zeggen dat was logischerwijs ook een overheidstaak geweest van oorsprong, maar dat hebben we dan... Dat is een ander verhaal. Dat is ergens eind jaren 80 ooit aangeboden aan de overheid. Ja. En die vonden dat op dat moment helemaal niet interessant of nodig. Dus, maar het functioneert nu wel. Nee, maar je ziet waar de private markt dit soort diensten goed en betrouwbaar kan uitvoeren. En ook, hè, zeker SDN heeft een staat van dienst waar je alleen maar respect voor kunt hebben. Ja. Moet de overheid het dan over willen nemen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk wel allerlei convenante afspraken over bepaalde randvoorwaarden en wat als het misgaat. En ik denk dat dat in deze wereld ook heel belangrijk is. He, ik denk dat het voor de overheid... Hey, Jaap Henk heeft in zijn lezing voor de Waag het gehad over de overheid moet die digitale snelweg aanleggen. Daar mag je dadelijk nog even toelichting op geven. Ik denk dat naast het ontsluiten, hè, dus echt het fysiek ontsluiten, het aanleggen van zo'n snelweg, de overheid ook een bestemmingsplan moet leveren. Hè, dus zeggen we, nou, dit zijn de kaders waarbinnen er opgetreden mag worden. En ik denk heel belangrijk, wat we ook nog steeds missen, wat onder WDO gelukkig gaat veranderen, is de overheid moet het ook gaan doen. Moet ook bij die eerste adopters zitten die dit gewoon gaan oppakken. Het is eigenlijk van de zotte als je kijkt hoe lang dat geduurd heeft op een aantal vlakken. Ja. Ja. Nou, dat heeft ook in ieder geval een beetje versneld. Hè. We hebben de eerste e-geboorte lancering meegemaakt. Hè. Wat was het? Eind april. Dat lijkt me dan een hele goede start om die bron ID zeg maar vrij te geven.
Jaap, Henk, wil je daar nog wat op toelichten op die digital highway? Ja, nou inderdaad, even heel kort. Want inderdaad, het is heel belangrijk dat er een afsprakenstelsel zijn, is, dat er standaarden zijn en dat je randvoorwaarden schept. Maar ik denk dat net zo goed als in de fysieke domein de overheid er ook zelf voor zorgt dat er snelwegen en wegen zijn. Dat er ook in het digitale domein, gezien het belang van digitale identiteit, in ieder geval een basisinfrastructuur, ook echt zelf door de overheid moet worden aangeboden. Je kunt niet wachten totdat de markt dat gaat invullen door en alleen maar kaders stellen. Je zult dat zelf moeten gaan doen. Dan moet je dat volgens wel op een zodanige open manier doen dat andere partijen daarop kunnen aanhaken. Dus inderdaad, open standaarden en dergelijke is heel erg belangrijk. Maar het feit dat, en op zich, als je kijkt naar digitale identiteit, is een dossier waar de overheid al heel erg lang mee bezig is en heel lang heeft geprobeerd om dat aan de markt over te laten. Nou, dat, in mijn optiek is dat niet gelukt. Nee, want dan krijg je in feite een digitale tolweg en de tol betalen is data en dat zelf en privacy. Ja. Sorry, je viel even weg bij mij in ieder geval, Jaap Henk, sorry. Nee, ik zei van dan krijg je in feite een digitale tolweg en de tol die je betaalt is dan de data of het gebrek aan privacy. Als je het volledig aan marktpartijen overlaat. Nou ja, dat plus dat er ook nog allerlei andere aspecten van betrouwbaarheid en veiligheid aan bod komen die ook erg belangrijk zijn. Nou, ons publiek is het in ieder geval voor 2/3 met ons eens. Dus laat de overheid de bronidentiteit leveren en laat de middelen over aan de markt. Dus dat geeft in ieder geval een beetje rugdekking aan wat er hier ook gezegd wordt. Ja, dat brengt ons naar het volgende onderwerp, want dan gaat het ook wel even over die regie op gegevens. Self-sovereign identity, misschien Jaap, Henk, kun jij even kort uitleggen wat dat concept precies inhoudt, voor degene die dat nog niet eerder voorbij heeft zien komen. Nou, ik denk dat wel heel veel mensen wel kennen. Je noemde het al eventjes dat jullie in Nijmegen daarmee werken, dus het is misschien wel interessant om even te starten en dan gaan we daarna ook even de reacties daarop bij de andere panelleden peilen. Ja, het is wel een beetje gevaarlijk om mij te laten uitleggen wat self-sovereign identity is. Want dan krijg je wel een hele specifieke invulling. Waarvan ik zeker weet dat minstens de helft van de mensen die nu luisteren totaal niet met me eens gaan zijn. Ja, dit is je podium, dit is je moment. Ja, fantastisch. Nee, kijk. Voor wat wij als self-sovereign identity zien, is inderdaad een systeem van attribuutgebaseerde credentials. Dat je zelf controle hebt over datgene wat jij over jezelf deelt met anderen. De wat meer extremere vorm van self-sovereign identity gaan uit van het principe dat iedereen uitspraken kan doen over mijn identiteit, jouw identiteit, en de andere partijen daar dan weer gebruik van kunnen maken. Dus het idee is dan bijvoorbeeld dat niet alleen de overheid een uitspraak kan doen over hoe oud ik ben, maar dat ook een andere partij dat kan doen. En je zou kunnen zeggen van, hey, je bent een gekwalificeerde loodgieter, nou dat is mooi, maar wat misschien veel interessanter is de vraag van, ben je een goede loodgieter? Dus dan moeten andere mensen daar uitspraken over doen. Ja. Kijk, dat laatste geval is een voorbeeld van dingen als recommendersystemen en dergelijke. Dat kun je doen. Alleen ik denk dat voor heel veel van de aspecten van identiteit die in de praktijk belangrijk zijn, je uiteindelijk toch afhankelijk bent van een betrouwbare bron. Dus je hebt uiteindelijk toch autoriteiten nodig in de zin dat een instituut of een organisatie is die door heel veel partijen wordt vertrouwd om dat soort uitspraken over een persoon te doen, over leeftijd of over opleiding. Ja. En op het moment dat je te veel van allerlei verschillende partijen gaat afhangen en willekeurig personen uitspraken laat doen over wat dan ook, dan gaat het uiteindelijk in de praktijk niet werken. We hebben dan heel in de informatica een heel simpel voorbeeld van rondom het The Web of Trust bij PGP. Hè. Dan kunnen mensen uitspraken doen over bij wie hoort deze publieke sleutel. Daar waren allemaal hele leuke ideeën over en in de praktijk werkt dat niet. Dus ik zie dat ook niet. Dus ik ben heel erg, dus de extreme vormen van self-sovereign identity, daar geloof ik absoluut niet in. Maar dat is dan een organisatorische hiccup, zeg maar, in plaats van technisch. Ik bedoel, technisch kunnen we dit. Ja, technisch kun je allerlei uitspraken aan allerlei mensen hangen, maar die uitspraken zeggen niks. Ik bedoel, het is al moeilijk genoeg
om een diploma uit Oeganda in Nederland geaccepteerd te krijgen. Ja, ja. Nou, daar weten ze bij Duo ook alles van. Ja, ja. Rodia, wil jij, jullie doen ook pilots, hè, met SSI aanpak, samen met, wat is het, TU Delft of TNO? Ja, met de TU Delft. Ja, daar zijn we inderdaad ook mee bezig. Daarnaast zie je dat het natuurlijk een hot topic is. Je ziet natuurlijk ook in Europa DJ Connect die bezig is met een self-sovereign identity framework in Europees verband. Daar zijn we ook bij betrokken. Kijk, ik heb al eerder gezegd, ik weet het gewoon niet. Ik weet niet of dit het ei van Columbus is, of dat het inderdaad uiteindelijk iets is wat Jaap Henk ook zegt, waarmee je, misschien gaat het niet worden. Ik denk wel dat het iets is wat goed onderzocht moet worden, omdat het juist omdat het de mogelijkheid biedt om ergens vanuit nou komen we weer bij die digitale bronidentiteit, hè, die stempel die de overheid zet op het allereerste begin van zo'n self-sovereign identity, waar dan al die attributen aan gehangen kunnen worden, dat op zich wel de ultieme vorm van regie op gegevens zou zijn. Ja. Dus in zoverre denk ik dat het gewoon heel erg de moeite waard is om goed te onderzoeken, om te kijken wat kunnen we hier wel of niet mee. Nou, het is wel heel erg wenselijk in ieder geval. Vind ik wel, ja. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. Esther? Ja, nou ja, wat ik al eerder zei, is dat een groot deel van wat wij doen aan interactie en transacties gaat niet direct over, niet primair over die kernidentiteit. Het gaat niet primair over het paswoord, maar het gaat over een heleboel andere attributen die te maken hebben met de rol die we hebben en met van waaruit we acteren. Maar mijn grote zorgpunt, en ik denk ook dat dat echt de toekomst heeft, en ik denk ook dat het nog veel verder gaat. Maar mijn zorgpunt zit juist in die betrouwbaarheid, in die trust. Hè, kijk, in een Nederlandse scope, als het gaat over opleidingen en diploma's, nou, dat is geregeld. We weten wat erkende scholen zijn. We weten dat onze overheid daar uitspraken over doet. Maar zo gauw als je de grens overkomt en iemand zegt, ik heb een diploma van een universiteit, dan ja, is dat vergelijkbaar met een universiteit in Nederland. Bestaat die universiteit nog? Is dat een echte universiteit? We missen al die context. Ja. En er is een hele keten aan partijen die daar uitspraken over moeten doen. Niet alleen in het land waar die opleiding staat. Hè. Wat vindt die overheid ervan? Dan wat vinden wij van die overheid? Hoe vertaalt zich dat daarin? Dus je krijgt gelijk, en dit geldt op alle vlakken hoor, waar je het hebt over betrouwbaarheid, waar je het hebt over het inschatten van wie doet die uitspraak over zo'n attribuut. Kan ik die partij vertrouwen of in welke mate wil ik die partij vertrouwen? En daar wordt het ontzettend ingewikkeld. En daar, dat wordt echt een uitdaging voor de komende jaren om daar iets voor te verzinnen wat dat werkbaar maakt. Maar even, ik ben het helemaal met je eens, dat is een ontzettend groot probleem. Alleen dat is in de grond geen technisch probleem. Nee, zeker niet. Die technologie levert. Nee, daar ben ik van overtuigd. Nee, maar dat is ook dus niet een probleem wat je op technologie oplost. Nee, en dat is ook niet iets wat self-sovereign identity oplost. Nee, dus sterker nog, die vergroten dit probleem alleen maar. Uiteindelijk wel. En ik denk ook dat je heel veel van de dingen die je waarin aspecten, de wat meer vrijere vormen van self-sovereign identity belangrijk zijn. Uitspraken en dat waar we net over hadden van, is dit een goede loodgieter of niet? Dat zijn belangrijke uitspraken, maar ik denk niet dat je die uitspraken moet proberen te transporteren, om het even zo te zeggen, over een wat formeler identity framework wat je gebruikt voor betrouwbare identiteiten, zoals dat gaat om daadwerkelijke diploma's of inderdaad mijn burgerlijke identiteit bij de Nederlandse overheid. Omdat op dat moment twee verschillende trust frameworks door elkaar heen gaan lopen. Kijk, het is een beetje vergelijkbaar als zeggen van, ja, weet je, laten we de bonuskaart maar op het paspoort zetten. Ja, op een gegeven moment wordt het paspoort niet meer betrouwbaar, maar ja, het laat me overal nergens te zien. Nee, ben ik met je eens, maar... We gaan naar een afronding doen. Er zijn wel een paar interessante dingen gezegd. Zeker ook in de laatste ronde. Want je hebt het in feite over nieuw vertrouwen. Dus ik denk ook dat het woord nieuw hier denk ik ook wel moet blijven resoneren. Want het is ook een nieuwe manier van vertrouwen opbouwen. En identity is natuurlijk een building block, zeg maar, een bouwsteen. En gaat ons niet al het vertrouwen bieden wat we nodig hebben. Tegelijkertijd moeten we ook oppassen dat we over transporteren gesproken, dat we natuurlijk niet oude registers digitaal gaan vertalen en dan dezelfde fouten daarmee kopiëren. Want
we hebben het over een diploma uit Oeganda, maar ook onze eigen Kamer van Koophandelregister is op dit moment natuurlijk niet 100% betrouwbaar. Ik bedoel, als jij 's ochtends nog directeur bent en je bent om 12 uur ontslagen, dan ben je niet vanmiddag geschrapt uit het register. Dus in een digitale wereld, 24/7, internationaal, hebben we echt nog wel heel wat stappen te zetten, denk ik. Nog even de laatste poll, daar was juist weer andersom, daar was 69% het niet mee eens, dat zelfs Sovereign Identity een toekomstbestendige oplossing is. 30% dan wel, dus ja, die moeten dan, ja, dat geeft ook aanleiding tot een vervolgvraag, wellicht nu na 11 uur. Ik heb ook met Helene besproken om te kijken of we rondom dit onderwerp nog eens een deep dive kunnen organiseren in de vorm van een webinar. En dan misschien wat meer interactief. Niet in de vorm van een panel, maar misschien in de vorm van een digitale of interactieve discussie. Er is voer genoeg voor. Er zijn een paar hele slimme opmerkingen voorbij gekomen in de chat. Sorry, beste mensen. Ik heb niet aan alle chats aandacht kunnen geven. Het is ook maar een half uur. En het is overigens jullie koffiepauze, dus we moeten het niet te zwaar maken. De panelleden voor nu, bedankt. Je krijgt nog één laatste uitsmijter voor de uitzwaai-opmerking. En dan daarna, wie blijft er nog hangen? Jaap, Henk, ja. Jij nog even? Ja, Rodia haakt af. Nou, Rodia, dan begin ik met jou. Mag jij als eerste even je knock-out geven? Waar speel je? Mijn knock-out, nou ja, die heb ik denk ik niet anders dan dat ik denk dat we om te komen tot een betrouwbare digitale identiteit, het vertrouwen kunnen leveren in de digitale wereld, dat we daar alles en iedereen voor nodig hebben, dat het alle hens aan dek is voor de overheid en de omgeving om te zorgen dat er iets komt waar we de toekomst mee in kunnen. Heel goed, dankjewel. Oké. Dan, Esther. Ja, daar wil ik me graag bij aansluiten. Ik denk dat het belangrijker is dat we in beweging blijven, dat er snel oplossingen komen en dat we ophouden met praten over hoe die perfect zouden zijn en wat de ideale wereld zouden zijn. Die oplossingen moeten wel zo vormgegeven worden dat we onszelf niet in de voet schieten. Dat we onszelf niet voor 5 of 10 jaar helemaal klem zetten in een of ander onderdeel, waardoor een groot deel van de ontwikkeling niet mee kunnen, omdat de regels nou eenmaal zeggen dat het niet mag. Ja. Dus, maar dat er heel snel, ik heb liever heel snel niet helemaal perfecte oplossingen die wel in de goede richting gaan, maar die ook bruikbaar zijn, die werkbaar zijn, waar we mee door kunnen. Want het is zo belangrijk. En ik denk dat, nou ja, als één positieve kant zit aan de huidige coronacrisis, is wel het belang van betrouwbaar online kunnen werken. Ja, heel goed. Nou, Jaap Henk, jij dan als laatste? Ik ben het wel met Esther eens, maar om het even heel concreet te maken, een van de dingen die wat mij betreft de overheid zou kunnen doen en moeten doen, is snel voor een veilige en betrouwbare opvolger van DigiD zorgen. Maar focus je dan echt heel beperkt op datgene wat DigiD nu ook doet. En ga vervolgens nadenken over wat ik dan een identity highway noem. En zorg voor een door de overheid uitgegeven middel dat vervolgens als een platform kan gebruikt worden voor allerlei vormen van identity management. Ja. Attribuut gebaseerd. Maar wacht niet op die oplossing om je huidige probleem op te lossen. Doe het stap voor stap. Ja, heel goed. Nou, als laatste dan, de poll over ben je geïnteresseerd in een deep dive webinar. Een overweldigende meerderheid van 90% ziet dat zitten. Dus we hebben ons publiek toch op de een of andere manier uit de stoel weten te krijgen. Jullie alle drie voor dit moment hartstikke bedankt. Ik vond het leuk om te doen. Ik denk dat we in een half uur tijd toch nog wel even wat scherpe randjes hebben geraakt. Het is natuurlijk even een andere vorm dan dat we bij elkaar in een zaal of aan tafel zitten. Voor nu hartstikke bedankt. Mede dan denk ik namens Helene vanuit e-bestuur. En Rodia, you're dismissed. Je mag naar je volgende meeting dan. En ik heb begrepen, dankjewel en tot ziens. En ik heb begrepen dat Esther, ik denk dat jullie nog even blijven voor de vragen. Dat is voor mij ook even improviseren. Ik zie dat we nog 110 mensen online hebben. Op ons nog 150 deelnemers. Dus we hebben een flinke zaal vol gehad. Past absoluut niet in mijn bibliotheekkeuken. Hoe gaan we dit doen? Dus eventjes kijken naar de chat. Jullie hebben ook meegekeken op de chat. Jaap, Henk, Esther. Een paar
Ik zie een paar simpele vragen, die kan ik beantwoorden. Is er een opname gemaakt die terug te luisteren is? Ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Dat kan op ibestuur.nl of wat is het, .org. Nou, in ieder geval de website van ibestuur. Bedankt voor de complimenten. Graag vervolg. Nou, hartstikke leuk. Vanaf morgen om 12 uur is op de website van ibestuur deze opname weer te zien. Ivo vraagt aan Jaap Henk. Waarom zeg je dat een opvolger van DigiD moet komen? Nou, DigiD. Ja, dat zijn eigenlijk twee redenen voor. DigiD is eigenlijk onbetrouwbaar. Het is een single point of failure. Als DigiD eruit ligt, dan kan er niks meer. Nee. En vooral dat laatste is een grote zorg. En het is een twee-factor authenticatie. Dat is in feite natuurlijk... Het is al een beetje beter geworden met die DigiD-app. Maar ja, weet je, het is er nog steeds niet helemaal. Dus... Die is niet verplicht, hè? En ook de sms-code is niet verplicht. Nee, ik vind het vooral hilarisch dat je op een gegeven moment... dan ga je inloggen en dan kun je een vinkje aanzetten... van wilt u twee-factor authenticatie? Ja, maar jongens... Ja, waarom zou ik dat willen dan? Ja, maar jongens, wat er gebeurd is met DigiD... toen ze dus de multifactor invoerden... maar ook rondom PSD2... toen er voor transacties extra factoren aangevraagd werden. Ik bedoel, wij zijn het met z'n allen eens dat dit betrouwbaar moet... Maar er stond direct een enorme lobby bij DigiD van expats en bij PC2 blijkbaar van merchants. Die riepen, ja nee, dit gaat echt te ver, het is te moeilijk en gebruikers raken af. En dan moeten we ook nog dit doen. Waardoor ze, en het is zo sterk gevoerd, dat ze in alle gevallen uitstel hebben gekregen op de verplichting om dit in te voeren. Ja, ja. Dus dat wij in ons wereldje zeggen, dit moet betrouwbaar, dit moet goed. Helemaal mee eens, maar we hebben ondertussen echt tienduizenden gebruikers... Ja. Die meteen gaan stijgen op het moment dat je dit gaat invoeren. En ja, dat is ook een kracht. Maar Esther, daarin vind ik wel dat we als overheid ook veel meer sturend moeten zijn. Ja, nee, eens, maar toch. Geen vrijblijvendheid meer. En 8 weken geleden hadden we ook nooit gedacht dat we met miljoenen mensen thuis zouden werken en dat we dit webinar zo zouden houden. Ook hier hebben we een enorme slag geslagen. Op een gegeven moment is als je het nou echt hebt over de rol van de overheid, dan is dat toch wel een hele duidelijke. Ja. Nee, mee eens. Maar goed, blijkbaar pakten ze die tot dusver dus nog niet. Want wat ik nu zie, bijvoorbeeld ook onder de actieprijsplicht van WDO, is dat er gewoon gezegd wordt van ja, uitfasering van DigiD laag, echt dat gewoon username-wachtwoord gebeuren, is voorlopig nog niet aan de orde. Ja, dan ja. Nee, maar goed, ik op zich, weet je, ben wel blij dat Esther dat zegt. Maar het is natuurlijk wel de taak van de overheid om ook na te denken over al die uitzonderingsgevallen, randgevallen die uiteindelijk ook mee moeten kunnen doen. Ja. Dus daar moet je over nadenken, dan moet je faciliteren. Dan moet je niet weerhouden om een sterkere oplossing te maken, maar dan zul je iets moeten verzinnen voor die mensen, zodat die ook veilig en betrouwbaar in kunnen loggen. Ja, maar aan de kant van dienstverleners is het ook heel simpel, dat ik heb nu een oplossing, die is simpel, die werkt, is nu heel betrouwbaar. En ja, die kan ik ophogen naar iets betrouwbaar. Dus daar kan ik heel veel moeite in stoppen. En zo gauw als ik iets ga veranderen, krijg ik gezeik, want dan gaan mensen spoor bellen. Dus dat kost me geld. Ja, of ik laat het zo. Want mijn dienst was namelijk niet inloggen. Ik was een andere dienst aan het leveren. En daar heb ik nu geen last van. Dus maar op het moment dat je dit toelaat, is het ook heel lastig om die adoptie van de grond te krijgen. Ik ben het met je eens, maar het is natuurlijk wel zo, we hebben het hier heel specifiek over DigiD, met een heel specifiek toepassingsdomein. Ja. Ja, nee, in de overheid, waarbij dat natuurlijk veel minder speelt. Ja, nee, dat is waar. En inclusiviteit is een lastige in deze wereld. Ik had vorig jaar een tweegesprek met de voormalig CIO van Estland. Hè, en die zei van, kijk, bij ons begon het te vloeien, zeg maar, te lopen, dat hele digitale overheid. Op het moment dat we ons niet gingen richten op de uitzondering, maar gewoon op de regel. Want het was altijd die laatste 5-10% die niet mee kon komen, of die laatste 1% wat niet geautomatiseerd kon worden, waardoor al die beren steeds op de weg werden gezet. En ik denk dat we daar echt een soort mindshift, of echt een soort paradigma shift moet komen, dat we echt op een andere manier gaan nadenken. Want we zullen altijd groepen mensen hebben die niet de digitale paspoort gaan aanvragen. Mijn moeder is 88, die heeft nog nooit op internet gezeten. Ik zeg geen idee. Hoe zijn in Estland kwamen ze ook achter iets heel bijzonders. Namelijk, ze dachten namelijk dat, dat hierdoor met name de jongere groep meer online zou gaan. Hè, de mobiele oplossing. Want Estland heeft ook een kaartje waarmee je in kunt loggen. En ik weet dat ze eerst de digitale verkiezingen hadden, online verkiezingen. En dat ze eigenlijk hun hele inschatting, hun hele pols klopte voor geen meter. Want wat bleek nu, er werden ook heel veel stemmen uitgebracht door ouderen. Dat hadden ze niet verwacht.
En die maakten allemaal gebruik van die chipkaart met zo'n reader, zeg maar de moeilijke manier, want dat vonden zij logischer. Nou, dat had niemand kunnen voorspellen. Nee, dat klopt. Ik zie overigens een hele interessante vraag van Wouter. In welke mate kunnen we mensen in Nederlands eigenlijk vertrouwen? Ja, willen jullie daarop reageren? Ja, dat wil ik wel. Want ja. Mijn vraag, tegenvraag aan Wouter is eigenlijk, ja, in welke mate moeten we die mensen dan ook een paspoort geven? Hè, als we ze niet vertrouwen met een digitale identiteit, vertrouwen we ze dan wel met een paspoort dat ze misschien in een la gooien of uitlenen aan de buurman. Ja. Dat is even mijn tegenvraag. Hoe ver moet je daarin gaan? Ja, Tony die vraagt van niet alleen die zegt eigenlijk niet alleen focus op de grote groep, maar ook de blokkeringsmacht wegnemen. Ja, dat klopt, hè, die blokkeringsmacht die zit ook in de overheid trouwens. Hè, want het raar is natuurlijk ook dat ook achter de GDI hè, en ook de DigiD zitten ook gewoon bekostigingsmodellen. Dus hoe meer je het gebruikt, hoe meer het ook kost. Maar er zitten dus ook organisaties achter die daarmee bekostigd worden. Dat is eigenlijk ook een hele rare. Heb ik ook zeg maar, als Rijksambtenaar zelf denk ik van ja, sommige dingen zouden we toch ook gewoon met elkaar moeten afkopen. Zoals we dit zo belangrijk vinden. Dus wanneer komt die omslag? Dat we echt zeggen van, hé, maar dat heeft ook te maken met die infra-highway, zeg maar. Hè? Wanneer komt in het denken, ook rondom cybersecurity vraagstuk, zie je datzelfde. Wanneer komt nou die absolute omslag, dat we af moeten van die naïviteit, het komt allemaal vanzelf wel goed, we kunnen het overlaten aan de markt, en we kunnen het overlaten aan, nou, noem maar op. En het komt allemaal goed. Die naïviteit, die proef ik altijd wel ook, en die is in Nederland toch wel iets sterker nog dan in het buitenland, wat ik er ook van meekrijg. Maar nou, generaliseer ik een beetje, maar dat mag hè, af en toe. Maar die naïviteit, dat is ook een blokkeringsmacht. Dat blokkeert ons ook. Ja, ik denk dat die naïviteit toch wel over zouden moeten zijn, want we zijn volgens mij vanaf 2012 al aan het spreken over een EID-stelsel, waarbij de markt dingen zou invullen. Ik denk dat we toch moeten constateren dat 8 jaar geen beweging bij de overheid, of nauwelijks beweging. Ik moet eerlijk zeggen dat ze laatst hebben heel veel gedaan. Op de achtergrond. Heel erg veel. Er is heel veel gepraat. Maar het ze hebben wel heel veel gedaan. Er is heel veel gepraat, laat het zo zeggen. Maar ik denk dat je inderdaad kunt stellen dat dit is. Nou ja, net als het aanleggen van autowegen. Als jij als autoproducent of als leverancier van verkeerslichten of als tankstationuitbater iets wil. Ja, jij gaat niet zelf een snelweg aanleggen. Nee. Wouter heeft trouwens inmiddels een vraag gesteld. En ja. Ik denk wel in een goede. Dat is ook wel dingen waar wij in Nijmegen over hebben nagedacht. Inderdaad, de vraag, en sowieso speelt die vraag in zijn algemeenheid. Dus het gaat om privacy, van in hoeverre moet je mensen tegen zichzelf beschermen als het gaat om het vrijgeven van allerlei persoonlijke informatie in bepaalde contexten. En als je het gaat hebben over attribuutgebaseerde vormen van identity management, speelt dat natuurlijk ook. Hè? Want stel je wil inloggen op een website. En er wordt gevraagd om niet alleen je leeftijd, maar ook je huidige woonplaats en je adres en dergelijke, terwijl alleen maar die leeftijd relevant is. Wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen van nou, dat laten we aan de markt over, dat kan iedereen zelf wel beslissen wie dat geeft. Of moet je misschien toch zorgen voor een bepaalde vorm van paternalisme? Moet je niet eigenlijk wel op een gegeven moment zeggen van nou ja, we gaan burgers beschermen tegen zichzelf, zorgen dat ze zichzelf niet in de voet kunnen schieten en in dit geval bijvoorbeeld een schema neerzetten waarbij dienstaanbieders gewoon toestemming moeten krijgen van de aanbieder van het identity management platform om bepaalde gegevens te vragen. Dus een website die drank verkoopt, die mag vragen om een leeftijd, maar mag niet vragen om mijn opleidingsniveau bijvoorbeeld. Terwijl in een andere context dat wel mag. Op die manier doe je aan een vorm van paternalisme en zorg je ervoor dat zeg maar het misbruik van digitale identiteit enigszins binnen de perken blijft. Ja. Ja, ik zie dat we hier al vanuit de AVG hele goede ontwikkelingen hebben. Hè, dus die bewustwording is er, maar ook het feit dat je dus ergens terecht kunt en kunt zeggen van hé, dit hoort niet, dit mag niet. Nou, ik wil het graag in de techniek afgeven. Nee, ja, dat klopt. Maar weet je, het is ook vergelijkbaar weer met die offline wereld. Als ik bij een hotel sta en ik wil een kamer, dus ze heeft uw paspoort voor me en ze gaan hem ter plekke kopiëren, dan kan ik heel hard roepen, dat mag niet, want dat mag niet.
Maar als ze dan zeggen, nou ja, dan krijgt u geen kamer. Ja. Ik kan je vertellen dat ik dan denk, nou, zoek het lekker uit, ga maar doen. En dat is online precies hetzelfde. Ja. Online is het precies anders, want dan kun je dus... want daar kun je dus tegen booking.com zeggen, als booking.com toegang wil hebben tot bepaalde attributen, dan hebben ze daar, zeg maar toegangscertificaten voor nodig om die attributen op te kunnen vragen. En die krijgen ze gewoon niet. Dus of ze hebben een boekingsite, of ze hebben geen boekingsite. Maar ze hebben niet een boekingsite waarbij ze meteen alle gegevens, inclusief mijn BSN, in handen kunnen krijgen. Dus dat is nou juist het probleem. Je hebt het ook technologisch afdwingen, echt aan de voorkant, dat het onmogelijk maken. Ja. Maar dat kopieerapparaat doet het gewoon niet als er een paspoort kennis is ook nog niet. Maar die kennis is ook nog niet bij alle registerhouders, zullen we zeggen, aanwezig. Ook, en ook niet de technische mogelijkheid om die koppelingen ook allemaal te maken. Nou, en het is heel lastig. Ja. En dan ga ik weer buiten de technologie. Ja. Op het moment dat de regel duidelijk is, kun je het misschien afdwingen. Maar wat ik bijvoorbeeld nu zie, zijn heel veel dienstverleners die niet zeker weten of ze BSN mogen verwerken. Nee. En of het op deze manier mag. En die dan een aansluiting willen. Bijvoorbeeld bij Connectus, die leveren authenticatieoplossingen. Ja, wij willen BSN kunnen uitvragen. Ja, maar gewoon, ik weet niet of jij dat mag. Maar we gaan toch, mag ik hopen, naar een toekomst toe waarbij BSN niet meer relevant is. Nou ja, niet alleen, de BSN is nu een actueel voorbeeld. Ja. Maar dan ga je het hebben over al die andere. Mag ik leeftijd uitvragen? Mag ik adres uitvragen? Mag ik bankrekeningnummer uitvragen? Dat is heel lastig te beoordelen. Ja. En het is ook door de dienstverlener zelf vaak heel moeilijk te worden. Dus die regels, waar haal je die vandaan en hoe toets je die voordat je die techniek kunt inrichten? Dat is weer een ander dingetje. Ja, we zitten wel in een straffe leercurve. Dat heb ik wel. Maar we zijn nog niet zover dat we bijvoorbeeld zeggen vanuit overheidswegen, we gaan Zoom verbieden bijvoorbeeld. Maar in Duitsland zijn ze daar wat stelliger in. Maar dan ga je dus een complete dienst eigenlijk verbieden, omdat ze dus dingen doen die jij... in feite vanuit je toezichthoudende rol niet toestaat. Ja, maar in die zin zou ik ook heel graag een uitbreiding zien van de autoriteit persoonsgegevens met man- en menskracht en zodat ze en adequaat alle meldingen kunnen oppakken, maar ook misschien als een soort vraagbaak, want een heleboel in onze wereld komt niet voort uit kwaadwil. Ik bedoel, tuurlijk heb je fraudeurs en criminele organisaties, maar die zijn professioneel genoeg om daaromheen te gaan. Maar je hebt voornamelijk een heleboel partijen, met name kleine ondernemers, die geen idee hebben, wat mag en echt in met de beste bedoelingen de regels over. Nee, dat klopt. En zo had ik ook ooit een secretaresse die dacht dat ik naar een 4-sterren hotel ging en die vond het heel goedkoop, maar dat bleek dus een 4-sterren rating te zijn. Het was een 2-sterren hotel. Op booking.com. Dus ja. Dus ik had bijna, zeg maar, toilet op de gang gehad, zullen we zeggen. Dus dat was wel een hilarisch voorbeeld van hoe dan soms ook de digivaardigheid, ook bij de eindgebruiker. En ook inderdaad bij het self-sovereign identity verhaal natuurlijk ook nog soms heel laag is. Te laag om het nog op de volle breedte in te kunnen zetten. Ik denk dat we gaan afronden. Er worden inderdaad nog wat opmerkingen gemaakt, ook over BSN. BSN... als potentieel groot datalek. Ja, ik denk dat het hele... Het BSN is natuurlijk inderdaad een oldschool attribuut wat we in de nieuwe wereld nog proberen overeind te houden en te gebruiken. Maar het is mijn persoonlijke overtuiging dat dat in de toekomst wel gaat veranderen. En dat dat ook wel zal moeten. Gezien ook alle andere uitgangspunten die we al geformuleerd hebben. Binnen AVG en security wetgeving. Dus... Maar goed, we zijn volgens mij weer een stapje wijzer geworden. Het is ondertussen 11:15 geweest, dus we gaan het nu echt afronden. Dus nou, nogmaals, Jaap, Henk en Esther, jullie ook bedankt. Ook nog even voor dit vragenrondje. Ja. En dan zien we elkaar vast en zeker wel weer ergens online. Misschien in de deep dive. Bedankt allemaal en onze 53 deelnemers die nog online zijn. Bedankt jullie ook voor jullie bijdrage en tot ziens allemaal. Ik ga hem afsluiten. Oké, okay. Dank u wel.